In Eerste Nationale van het veldvoetbal trokken we met veel goesting naar de kust waar Royal Knokke gastheer was voor het nummer 12 uit het algemeen klassement Vierton. Voor Knokke, dat op de vorige speeldag nog verloor tegen Tessport, was het misschien wel de kans om nog eens uit te pakken met dat betere voetbal, wat de supporters van de thuisploeg toch al enige tijd niet meer gezien hebben. En ze hadden de troepen van Jannestand dat goed begrepen. We spelen amper 4 minuten, waar het Schoonmaart is die hem wel lekker binnenkopt. Knokke laat nu wel terug dat voetbal zien waarvoor de supporters naar het Graaf Leopold Lippenstadion komen, waar ze de voorsprong verdubbelen. 24e minuut, Prudhomme met zijn eerste van de middag, 2-0. We zitten dan 8 minuten later wanneer Prudhomme op links diep gestuurd wordt, waar hij met een pannen op doel mag afgaan en zo de 3-0 op het scorebord zet. We spelen op dat moment 32 minuten. De supporters worden verwend aan het zeetje hoekschop waar de bal niet klein vastgepakt wordt. En zo is het van Rafelgem die de 4-0 ruststand op het scorebord zet. In de tweede helft hoeft het voor de thuisploeg niet meer en heeft Vierton zelf ook enkele kansen. Maar scoren doen ze niet, waar de thuisploeg de weg naar het doel nog wel vindt. Minuut 82, Prudhomme. Zijn hat-trick is compleet en zo staat Royal Knokke op een gedeelde 7e plaats met KSK Heist. Op de komende speeldag mag Knokke afreizen naar het Antwerpse, waar ze naar alle waarschijnlijkheid een warme ontvangst zullen krijgen. Daar ex-coach Yves van Borm aan het roer staat van Capella, de tegenstander van speeldag 21. Nu zondag om 15 uur. Mais Knokke a été meilleur que nous, hein. Plus réaliste. Toutes les occasions qu'ils ont eues, ils les ont mis au fond. Une équipe plus valeureuse que Vierton. Nous, on a fait un non-match. Un match très moyen de notre part face à une belle équipe de Knokke. On n'a pas d'excuses, hein. Il n'y a pas d'excuses du voyage, il n'y a pas d'excuses de mal aux jambes. On a juste fait un match qui ne nous correspond pas, voilà. Donc dans la saison, je préfère en faire un comme ça et après les autres mieux. Que, voilà, parce que bon, aujourd'hui, on a manqué de tout, d'efficacité offensive, de réalisme défensif. On n'a pas été bon défensivement, pas été bon au milieu, pas été bon devant. Maintenant, on va travailler à l'entraînement. On est à notre place, voilà, dans le championnat, dans le ventre mou du championnat, c'est notre place. Si on veut aller plus haut, ben, il faut battre des équipes comme Knokke, mais bon, c'est des équipes qui sont aujourd'hui plus fortes que nous. C'est aussi très, très embêtant, le but est très vite dans le match. Ben oui, en plus c'est quelque chose qu'on avait travaillé la semaine, on sait qu'on est en déficit sur les coups de pied arrêtés. Premier corner, but, donc ça te met en difficulté au bout de 3 minutes de jeu. Donc c'est dur après de revenir dans le match, mais on pouvait revenir, mais la moindre occasion qu'il y a eu de l'adversaire, à chaque fois ça fait but, quoi. Vorige week hebben we niet goede partij gespeeld, kwaliteit was te weinig, de intensiteit was te weinig, hebben we deze week ook besproken en we hebben vandaag ook gezegd dat we een andere Knokke wilden zien. En ik denk dat we vandaag toch wel een andere Knokke gezien hebben. Oké, de tweede helft was niet van een niveau, wij moesten niet meer en van hen hing het moeilijker. Dus maar kijk, een mooie overwinning en 3 punten belangrijk in deze fase van de competitie. Ja, je zei het zelf, de tweede helft was iets minder, maar de eerste helft was wel van hoog niveau. Ja, ik denk dat we mooie doelpunten maken en we scoren op het ideaal moment. En ze gingen vlotjes binnen, dus iedere kans was bijna doelpunt. En dat is lekker en dan voel je dat vertrouwen. En in de tweede helft was het zaak om gewoon die nul te proberen houden en in de omschakeling te voetballen, geen domme blessures te krijgen, geen domme gele kaarten te krijgen. En dat hebben we dan ook gedaan. Je hoopt sowieso al op de 3 punten op je verjaardag dan. En dan is het ook wel leuk meegenomen inderdaad, dat dan ook nog op zo'n manier is. En met zo'n cijfers, ja. Ja. Jullie scoren heel snel in de eerste helft. En dan scoren jullie nog 3 maal in de eerste helft. Hoe belangrijk was dat? Ja, heel belangrijk. We hadden het er nog over voor de wedstrijd. Dat we zeiden, want het is eigenlijk al een tijdje geleden dat we aan de rust... Ja, ergens een beetje in een zekere positie zaten je bent nooit zeker, maar dat je toch wel ergens met een goed gevoel naar die tweede helft kan, omdat je toch al een bepaalde voorsprong hebt. Meestal is het echt wel vechten tot in die laatste minuut. En we verlangden er toch wel een keer naar om ook al sneller iets rustiger te zijn in die wedstrijd en iets meer te kunnen gaan uitspelen. Dus dat was wel een goed gevoel om met die 4-0 de rust in te gaan. En dan hebben we de tweede helft wel goed afgemaakt, denk ik.